Goeiedag, dit is een les wiskunde, dit is een rekenles over kruistabellen en staafdiagrammen voor het derde leerjaar. Deze les staat gepland op 24 maart, dus afgelopen dinsdag. En de les begint om 8:05 en die eindigt om 9:20. Ja. Goed. Julo, ja. Plezier te doen, jongen. Dank wel voor jouw aandacht. Goed, heb ik iedereen zijn aandacht? Oké, dank u. Weet iemand wat ik hier bij me heb? Dus. Ja, Katrijn. Inderdaad, dit is een tabel. Tabel, ja, goed. Julo. Wat kan je aflezen van deze tabel? Kijk eens goed. Ja. Aantal gegevens. Ja. Klassen, leerlingen. Zoals je zegt, inderdaad. Dus dat zal van een... Katrijn? Van een school zijn, inderdaad. Ja. En wij, de naam staat hier nu niet bij, maar dit zijn de leerlingen van de school De Slimmerik. Ja, dus dit zijn alle leerlingen in alle klassen van school De Slimmerik. Zoals jullie in Sint Maartenschool zitten van Loppen. Ja. Slimmerik, het is wel dubbel natuurlijk. Goed, hoeveel leerlingen zitten er in het eerste leerjaar? Waar kan je dat zien? Hoeveel leerlingen zitten er in het eerste leerjaar? Ja. Is goed kijken? Ja. Zeg maar. Inderdaad, 23 leerlingen. Goed gezien. Hoeveel leerlingen zitten er in het derde leerjaar? Zoals jullie in het derde leerjaar zitten. Goed kijken. Ja, of is dat een andere leerling? Goed. Ja. Jonas, kan je het zien? Achteraan. Ja. Inderdaad. Zoals je zegt, 17 leerlingen. Goed zo. Ja, en nu natuurlijk, jullie lezen dat af. Wel, maar hoe hebben jullie dat gevonden? Ja. Dus jullie hebben correcte antwoorden gegeven, maar hoe weet je wat het juiste antwoord is? Inderdaad, Katrijn. Dus je kijkt naar, hier staat er boven klassen, hier staat er boven leerlingen. Je kijkt welke klas je nodig hebt. En dan kan hij dat perfect maken. Heel goed. Nu, ik hang deze tabel even op. Op een bord. Zo. De tabel van de klassen van de school De Slimmerik hangt aan het bord. Maar ja, we weten hoeveel leerlingen er in iedere klas zit. Ja. Maar kunnen we in deze tabel ook aflezen hoeveel jongens en hoeveel meisjes er in iedere klas zit? Ibra, achteraan? Nee, inderdaad niet. Nee. Hier staat enkel het aantal leerlingen van de klas. Ja, eerste leerjaar, tweede leerjaar, derde leerjaar. Zoals jullie daarnet zelf hebben gezegd, het aantal leerlingen van de klas. Maar we weten niet hoeveel jongens en hoeveel meisjes er in de klas zitten. Ja. Daarvoor hebben we geen gewone tabel nodig, maar
een kruistouw. Dit is een kruistouw. Ik toon het eventjes dichter. Ja. Dat jullie het allemaal kunnen zien. Goed. Dus, jullie weten, dit is een gewone tabak. En om verdere informatie te weten te komen over de klassen van de school, de slimmerik, dan hebben we die verdeeld. Een kruistabel, zoals we die noemen. Ja. Sorry. Hierbij zal ik jullie ook enkele vraagjes stellen. Kijk, goed. Ja. Ja, Julo, je zit al met je vinger. Hoeveel jongens zitten er in het derde leerjaar? Kijk maar eens goed. Ja. Aantal jongens. Derde leerjaar, inderdaad. 8 leerlingen, 8 jongens, weliswaar, in het derde leerjaar. Hoeveel meisjes, Katrien, in het derde leerjaar? Ja, inderdaad, goed afgelezen. 9 meisjes in het derde. Dus, ja, ik hoor het je al zeggen. Ja, dus samen 17 leerlingen. Dus het derde leerjaar, zoals we hier al zagen, het derde leerjaar bestaat uit 17 leerlingen. En aan de hand van deze kruistabel hebben we meer informatie, dus weten we dat er niet. Ja, weten we dat er 17 leerlingen in totaal in het derde leerjaar zitten, maar daarnaast ook dat er 8 jongens en 9 meisjes in het derde leerjaar zitten. Ja. Nu, hoeveel leerlingen zitten er in het vijfde leerjaar in totaal? Maar is goed. 23, inderdaad. En hoeveel meisjes zijn daarvan? Uit hoeveel meisjes bestaat het vijfde leerjaar? Uit 13 meisjes. Ja, heel goed. Ik denk dat jullie deze kruistabel onder de knie hebben. Heel goed, ja. Dus dankzij deze kruistabel komen we meer te weten over de klassen, dus het heeft meer info. Zo. Dus hier hebben we, ik herhaal het nog eens, wie kan het nog eens voor mij herhalen? De gewone tabel. En Katrien, hier hebben we een kruistabel. Heel goed. Oké. Ja. Basisschool De Slimmerik, zoals jullie, iedere speeltijd in de voormiddag sap en koek eten, hebben zij ook sapjes, maar andere drankjes, zoals flesje water, fruitsap, frisdrank. Ja, nee. Frisdrank mogen jullie niet in. Ja. Dat is niet gezond, he, van de school Slimmerik. Nee. Maar, dus we hebben hier water, fruitsap en frisdrank. En zij mogen dat elke dag drinken. En ja. En zij mogen dat elke dag drinken. Ja. Nu moeten we natuurlijk weten wat en ja, hoeveel de leerlingen drinken en wie wat drinkt natuurlijk. Want ja, wij moeten een voorraad hebben. Hè. De school De Slimmerik moet een voorraad hebben aan drankjes, zodat alle leerlingen van de school iedere dag een drankje kunnen drinken. Goed. We gaan eens kijken op pagina 12 in jullie werkschrift. Dus neem maar allemaal jullie werkschrift boven van reken maar op pagina 12.